Ai. Het is super warm vandaag. Ik zit in mijn tuin omdat ik een paardentaart ga maken. Omdat ik al een jaar samen met Blondie ben. En dat vind ik toch wel heel erg bijzonder. Waardoor ik een pallet heb gepakt, dingetjes heb gepakt en het een paardentaart ga maken. En ik heb hier liquid snoepjes. Rainbow, dit is echt... Ik heb het heel lang bewaard omdat ik dit graag iets zou gebruiken wat bijzonder was. En dat is het nu. Er zitten hier sterretjes, hartjes en dat soort dingetjes in. Wat ik allemaal heb voor vandaag is 2 appels, 3 kleine komkommertjes, 1 banaan en een oude sinaasappel. En slobber. En natuurlijk de mooie snoepjes voor erbovenop. En de hartjes voor 2 mesjes. En jullie staan op een vuilniszak. En daarop kan ik dan snijden. Dus wat ik ga doen is de vuilniszak meer richting mij leggen. Dat ik niet weer een ouwie pauwie splinter in me kan krijgen. Want dat wil ik niet nog een keer hebben. Kijk, nu zit alles goed bedekt. Ik zit een kleedje, hier is de ijspack, spulletjes. Ik heb hier ook nog wat. Hier is de slobber. Dan begin ik denk ik even met de sinaasappel snijden. De taartvorm. Ik heb appelstukjes zo gesneden. Ik vind dat er persoonlijk echt heel gaaf uitzien. Dus ik ga dat op de onderkant leggen. Ik ga nu de banaan snijden. En ga ik hem erop doen. En is het niks en eindelijk klaar. Het ziet er echt heel mooi uit. Tadaa! Nou, tot bij Blondie. En toen waren we op de manege met de hele mooie taart. Mama gaat filmen dat we lopen, want als ik val dan hebben we een mooie blooper. Ik heb extra veel banaan op taart gedaan. Puur omdat Blondie zo erg kan genieten van een banaantje. Blondie! Die pakker! Blondie! Hallo meisje, kijk eens wat ik voor jou heb. Oh! Ze gaan naar de banaan! Waarom trek je het weg? Houd even boven de box voordat het een grote puinhoop wordt hier. De banaan eet als eerst op. En de banaan is echt lekker. Lekker. Daarachter zie je vooral kijken. Nou, dat lukt door de tralies heen. Oh. Huh? Dat lukt ook wel. En Blondie gooit alles op de grond. Nou, gooi maar een beetje in de bakje en dan kan Vroon ook een beetje krijgen. Nou, dan gooi ik even een beetje in de bak. Niet te veel. Oh, daar heb ik honger bij. Zo. Volgende. Dan gaan we naar Vroontje, want Vrona is natuurlijk haar beste vriendin. En dan gaan we naar Vrona ook. Oh. Maar dat lust ik wel, zegt ze. Dat is niet vies. Lekkere vrouw. Grote paardenhappen eruit gelijk. Hap, 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 hap. Lekker hoor. Oké, volgende. Dan hebben we nog natuurlijk... Het ziet er niet meer uit. Het ziet er niet meer uit. Maar dan Boren, ze is eigenlijk Blondie haar vriendje eigenlijk. Dus dan hebben we voor Boris ook nog. Vrona die heeft er een beetje een pieterboel van gemaakt. Maar hey. Ik heb helemaal onder de slobber. Lekker. Hij moet eerst even poepen. Ik heb eten. Kom je dan wel? Ja, ik moet even poepen. Auw. Dat is bijzonder, hè? Boris moet nog even wennen aan het concept dat hij een paardentaart krijgt. Dus Boris zijn allereerste paardentaart.